Goedenavond. De Zweedse marine vermoedt dat er weer een onbekende duikboot rondvaart voor de kust. Bij de jacht op de mogelijke indringer zijn dieptebommen gebruikt. Bij een marineoefening die gisteren begon, is ten noordoosten van Stockholm iets verdachts ontdekt. Helikopters en vliegtuigen zijn met een grote speuractie begonnen en een zeegebied van 900 vierkante kilometer is verboden voor pleziervaart. Gistermiddag en vandaag weer zijn dieptebommen afgeworpen, maar die hebben niets geraakt. In elk geval is er geen duikboot boven water gekomen. In 1981 liep een Russische onderzeeër aan de grond in Zweedse wateren. En sindsdien is de marine in Zweden zeer gespitst op ongewenste duikboten. In Oostenrijk gaan straks de eerste stemlokalen open voor de tweede ronde in de presidentsverkiezingen. Kurt Waldheim is de grote kanshebber. Beschuldigingen uit het buitenland dat hij een nazi-oorlogsmisdadiger is, hebben geen nadelige invloed gehad op zijn populariteit in Oostenrijk. Waldheim kreeg in de eerste ronde net niet genoeg stemmen om de overwinnaar te worden. Men verwacht dat deze keer nog meer socialisten dan in de eerste ronde zich van hun partij zullen afwenden om op de conservatieve Waldheim te stemmen. Arrestaties bij een protestdemonstratie tegen kernenergie in Brokdorf in de West-Duitse deelstaat Schleswijk-Holstein. 20 mensen werden al aangehouden op weg naar de centrale omdat ze wapens bij zich hadden. En later, tijdens gevechten, arresteerde de politie nog eens 30 mensen. De 40.000 betogers zouden een vreedzaam protest houden. Maar toen zo'n 800 mensen de ingang van de kerncentrale blokkeerden, zette de politie het waterkanon in. Demonstranten gooiden met benzinebommen en bestookten de politie met katapulten. De politie probeerde met helikopters een overzicht op de situatie te houden. Door de schermutselingen tussen politie en betogers liepen 11 mensen zulke verwondingen op dat ze naar het ziekenhuis moesten. De leider van de Iraanse oppositie in het buitenland, die vandaag Parijs moest verlaten, is in de Iraakse hoofdstad Bagdad aangekomen. Hij kreeg daar een officiële ontvangst op het vliegveld, waar de Iraakse vicepremier en de minister van Defensie klaar stonden. De Iraanse oppositieleider Massoud Rajavi verliet vandaag Frankrijk nadat de politie het internationale bureau van de oppositiegroepering had omsingeld en doorzocht. Het abonnee-televisiebedrijf Filmnet ATN heeft 50 van de 60 werknemers ontslag aangezegd. Welke consequenties dat heeft voor het bedrijf is niet bekend, omdat men daarover nog geen officiële mededelingen wil doen. Vorige week stapte een van de aandeelhouders, het tijdschriftenconcern VNU, uit Filmnet. VNU was het niet eens met het gevoerde beleid en zag het ook financieel niet meer zitten. Directeur Rob Hauer, de filmproducent, en het Zweedse mediaconcern Esselte zijn nu overgebleven als aandeelhouder. Hauer was vanavond niet bereikbaar voor commentaar. Het personeel hield al een tijdje rekening met een reorganisatie, maar de mededeling dat die voor 50 van de 60 mensen ontslag betekent, is als een bom ingeslagen. Het personeel heeft nu een advocaat in de arm genomen. De 10 overgebleven personeelsleden zouden bij Filmnet in Woerden worden ondergebracht en daar is nu alleen de technische dienst gevestigd. De uitzendingen van Filmnet ATN gaan op dit moment gewoon door. En dan nog 2 berichten uit eerdere journaals. Informateur De Koning komt midden volgende week zelf met nieuwe voorstellen over de hoofdlijnen van het sociaal-economisch beleid voor de komende jaren. De Koning sprak vandaag met de onderhandelaars van CDA en VVD, De Vries en Nijpels, maar men werd het niet eens. Bij de besprekingen waren ook de financiële specialisten van beide partijen aanwezig, Gerritsen en De Korte. De onderhandelaars kwamen er nog niet uit en De Koning gaat het volgende week dus opnieuw proberen. De fysiotherapeuten in ons land gaan op 18 juni staken, uit protest tegen de verlaging van hun tarieven. Vandaag werd dat besloten op een vergadering van het hoofdbestuur van het Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Verwacht wordt dat zo'n 7000 fysiotherapeuten aan de actie meedoen. Mensen met acute problemen zullen op 18 juni wel worden geholpen. En dan tot slot het weer. Morgen wordt het wisselend bewolkt met plaatselijk een bui. Vooral in de middag ook perioden met zon. 'S Middags wordt de temperatuur ongeveer 17 graden. Dit was het laatste journaal voor vandaag. Voor nu of voor straks, welterusten.